Dat is het leuke van de nieuwe plots. Je kan namelijk de plot van de maand krijgen. Dus een VIP plus rank winnen. En win je op de TDT plots, krijg je een TDT master rank. Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe plot van een kijker. Ik ben vandaag dat niet alleen, maar vandaag samen met Giel Verenen. Wij gaan vandaag op onze eigen plot voor het eerst iets bouwen. En daarna gaan we gewoon in de volgende afleveringen de plots van de kijkers checken. Er zijn dan in ieder geval... Ja, we zitten echt op het uithoekje, want we hadden nog niks geclaimd. Maar er zit echt vet veel plots daarachter, geloof me. Echt belachelijk veel. Jij kan dit ook doen. IP staat onderaan. play.thedutchterms.nl. Kan je gewoon op de gratis plotserver kan je een eigen plot helemaal bouwen wat je wil. Je kan vrienden toevoegen. Ik heb bijvoorbeeld Giel toegevoegd. Dus ik zou zeggen, check het uit. We hebben ook nog een TDT plot. Ik denk dat we daar naartoe gaan verhuizen vanaf de tweede aflevering. Dan kan je gewoon 6-7 keer zoveel groter als dit. Volgens mij 6 keer zoiets? 7 keer? 8 keer? Ik heb geen idee. In ieder geval veel groter dan dit. Dus wij gaan daar denk ik bouwen vanaf volgende aflevering. Dus daar kunnen we jou ook zien. Dus dat is wel super awesome. Wij gaan wat bouwen. Wat gaan we bouwen in één aflevering, Giel? In één aflevering? Nou, dan moeten we het wel iets kleiner houden. Oh nee, joh, het hoeft niet in één aflevering. Maar wat gaan we in deze aflevering bouwen dan? Laat ik het zo zeggen. Okay. Nou, laten we zeggen een klein huisje. Een huisje. Oké. Met een bergje? Ja, prima. Oké. Wat voor bergje? Van gras? Ja. Oké, dan ga ik een bergje maken. Gaan we in het midden bouwen? Ja, een bergje. Niet. Moet die symmetrisch zijn, de berg? Nee, de natuur is nooit symmetrisch. Oké, dan ga ik gewoon wat bouwen. Kijk hoe het gaat. Zoiets ongeveer? Zo. Oké, cool. Dat vind ik al mooi van. Dan ga ik een mooi bergje maken. Ga jij vast wat naar boven inderdaad? Ga jij iets naar boven? Ga ik in ieder geval de berg ga ik zo mooi rondmaken. Ik ben hier druk mee bezig. Kom je zo helpen. Dit gaat helemaal awesome worden. Dus mensen, druk op het duimpje omhoog. Ze super awesome zijn in ieder geval dat al. Oh, jammer, ik krijg rare uitsteekselen. Altijd. Ik? Ja, jij. Wat dan? Nee, weet ik niet. Moest ik even kwijt. Oké. Snap je hem? Ja, niet echt. Maar je snapt hem niet, ja, dacht ik al. Giel knikt altijd ja. Ja. Rare jongen. Kijk hoor, hoe groot plateau wil je... Oh, nu ben ik raar, hè? Doe maar weer. Dan gaan we verder met je verhaaltje, hoor. Hoe groot plateau wil je eromheen hebben, eigenlijk? Helemaal niet zo groot, joh. Ook niet zo hoog? Dus ik denk dat die 2-3 hoog moet worden dan? Iets. Oké. Okay. Hey, we hebben gelijk een spectator erbij, zie je dat? Ja, we hebben gewoon bezoek. Oh. Mensen willen ons zien bouwen, toch? Dat is toch niet zo raar? Toch? Nee, voor mij mogen ze. Ja, voor mij mogen ze ook. Daarvoor is het een open plot. Je kan gewoon kijken bij andere mensen, dat is leuk. Hoppatee, ik maak hier alvast de boel wat mooier. Ja, ik ben echt heel benieuwd wie... Ja, trouwens, laten we het zo doen. Als je een hele mooie plot hebt, laat dan even je naam achter in de reacties. Dan kunnen we jouw plot gaan bezoeken. We gaan straks echt de TDT-plots, dan kan je gewoon de grootste dingen opmaken. Dus ik ben heel benieuwd wie daar wat groots op gaat bouwen. Jij ook? Want je hebt ook extra ruimte, hè? Dus... Je hebt ja, je kan juist, ruimte. In plaats van een vierkant kasteel kun je een rechthoekig kasteel maken. En weet je wel, het is gewoon ruimte eigenlijk, dus... Precies. Wie wil dat nou? Ja, inderdaad, wie wil dat inderdaad niet. Kijk hoor, ik ben even druk bezig om die plot goed vorm te geven op de tweede verdieping. Ziet het er een beetje oké uit zo? Ja hoor. Oké, ik maak hem soms 2, dan weer 1, dan weer 2, dan weer 1, dan weer 2. Soms 3. Waar ik me net denk van, hey, dat past een beetje of zo. Vind je het een leuk huisje? Of een vorm voor het huisje? Ja, ik vind het prima. Ja, mooi zo. Hier komt dan moet ik hem nog 2 hoger maken, Giel. Oh. Ja, je mag maar even kijken hoe je doet. Je mag ook dit gaat wel een probleem opleveren. Je mag ook de pilaren hoger maken als je wil. Hè? Je mag ook de pilaren even hoger. Oh nee, Snorlax, ga nou niet in ons vliegen. Snorlax? Ja. Hij valt gewoon in slaap voor je. Hij gaat gewoon de hele tijd voor ons vliegen. Ik denk dat we de achterkant dit doen. Dat dit de achterkant is en dit de voorkant. Dus aan de voorkant hebben we dan iets meer ruimte om wat te maken. Giel. Ja. Dit is de voorkant. Je mag ook stenen erin verwerken. Maar... Ja, maar ik doe dat liever straks. Ik wil eerst gewoon een beetje een basic laag hebben dat het ligt. Kijk, en dan is het mooi weg. En dan gaan we hier één omhoog. Zo, en dan komen we er tegenaan. En dan kunnen we een soort van opstapje creëren. Vind je dat een goed plan? Ja, en dan een trap er naartoe en dan gelijk een deur erachter of zo. Ja, zoiets. Dat is wel vet. Nou, zo. Nice. Kijk, dan gaan we hier zo de boel. Gaan we een verdieping hoger of een rand weer hoger maken? Oh, dat is echt moeilijk altijd hoor. Om een beetje dit zo mooi te kunnen leggen zoals het hoort. Ja, weet je, het mag ook niet te vierkant zijn. Dat is dat nee, lastig. Het moet in de vierkant spel. Het moet een beetje mooi meebuigen. Dat is het probleem. Hoppatee. Zo, kijk, hier zit het. Oh, hier zit het nog best wel goed in elkaar ook, zeg. Oh, dit is wel goed, Giel. Ik ga me denk ik bevorderen tot bergen bouwen.
Bergen bouwen, Vincent. Wees eerlijk, het ziet er best oké uit. En niet lelijk, best netjes. Hoppatee. Het frame staat, hè? Hè? Het frame staat, hè? Ga nou het dak erop zetten. Heel mooi, zo. Dat we het droog hebben binnen als het Ik heb de rand ook al redelijk ver erin staan. Nou ja, misschien dat je bij die open plekken waar je nu bent, bijvoorbeeld, als je dat helemaal opvult, want dat hoeft toch niet zo hoog in één keer. De open plekken? Ja, dus dit hier. Als je dit allemaal op één hoogte vult, dan kun je daar de tuin zetten. Oh, zo. Ja, nou, ik wil het eerst even een beetje globaal zo afmaken, dat we het mooi in kunnen vullen. Dan hebben we het in ieder geval de rand staan en dan de tuin eromheen, dat komt wel. Ik denk dat we er omheen, eronder nog een tuin moeten doen of zo. Ja, zoiets. Als we in ieder geval maar een beetje een mooi plot hebben. Anders hebben wij straks gewoon de lelijkste plot die er is. Dat kan niet gebeuren, hè? Ah, dat lijkt me sterk. Ah, ik zag laatst al een hele grote TNT-berg voorbij komen. Ja, nee, maar we moeten wel een beetje mooi doen, hè? Je kan namelijk een wedstrijd winnen. En dat is het leuke van de nieuwe plots. Je kan namelijk de plot van de maand krijgen. Oh. Ja, en als je dan dus de beste en de mooiste plot van de maand hebt, krijg je een rank. Dus als je deze wint, of althans laat ik zo zeggen, je hebt de mooiste plot van de maand op deze. En dan kan je meedoen met jezelf in te schrijven. Dan krijg je dus, of kan je dus, een VIP plus rank winnen. En win je op de TDT plot, krijg je een TDT master rank voor een maand. Dus dat is wel vet. Lekker. Het staat ook in de lobby. Het staat er nog niet echt goed uitgelegd. Maar je ziet ook daar in de lobby, in de lobby hangt een bord waar je kan aanmelden. Dus dat is echt super cool. Nice. Ja, toch? Dus dan kan je dus een plot van de maand kan je winnen. Dus dat is wel leuk. En dan krijg je daarvoor een rank. Wie wil dat nou niet bouwen voor een rank? Toch? Ja, toch? Zo, oké. De berg zit erin. Ik denk dat die op zich wel oké gelukt is. Het is niet de mooiste berg die er is, maar we moeten er even een pad in knutselen. Ik denk als we dat een beetje doen, dan hebben we hem best wel oké ingericht. Dan moeten we hier dus een pad in, zo. Als jij het pad even doet, dan komt het helemaal goed. Ik ga hier zo. Hier moet het pad in. Vind je dit een goed pad, zo? Ja. En dan dat hij een beetje rondloopt en dat je dan... Ja, dat doe ik toch? Zo. Ja, en dat je dan een beetje het huis ook te zien krijgt. Dat is wel vet. Ja, nou, ik zat erover na te denken om hier een vijver te plaatsen of iets. Ja, dat is vet. Weet ik veel. En dan, ik bedoel, we hebben toch een grote tuin, dus waarom geen vijver? Ja, zoiets. Je kunt er dan zo mogelijk nog in gaan zwemmen als je wil. Plot van Dutch Terms, 1, 2. Plot van Dutch Terms. Het staat er ook echt zo heel mooi. Oké, wat moet erin? Cobblestone meestal, toch? Ja, en gravel. Gravel. Ja, ga verder. Ja, smoothstone. Dus echt gewoon normale steen die gebakken is. Oh, ja, heet gewoon stone. En nog eentje, noem eens wat. Stone bricks. Oké, sure. Bricks. Stone bricks. Hoppatee, ook nog een beetje cracked stone bricks. Ja, en dan bij de vijver of die binnenkort gaat maken, kun je ook nog een mossy stone doen. Weet je wel, dat het een beetje groen lijkt. Oké, sure. Een beetje dat het alsof het een geleefd gebied is dus. Ja, alsof het echt een beetje natuur leeft. Oké, dan moeten we gewoon stone. Dak begint al vorm te krijgen. Dat is mooi. Ik hoop dat je het een beetje oké vindt dat ik het zo doe. Ik vind alles oké. Het is tenslotte jouw huis, dus... Ik hoop het. Dit is gewoon jouw vakantie. Heb je al aan je eigen plot gebouwd? Nee, ja, ik had er één. Ik had er alleen hooi op gezet, echt. Letterlijk twee blokken, maar... Nee, ik moet nog binnenkort iets gaan maken of zo. Oeh, dus dat moet nog wel snel gebeuren ook. Zoiets. Maar tot die tijd ga ik gewoon in jouw kelder wonen. Oké. Is dat goed? Ja, of in de sloot mag je ook wel slapen, hoor. Oké. Dan heb ik in ieder geval wel genoeg drinkwater, dus. Ik mis nog een blok. Ik heb die cracket heb ik er al ingezet. Normale stone? Nee, ik plaats nog iets meer cracket er doorheen. Cobblestone mis je. Nee, zit er ook in, toch? Niet? Oh nee, grapje. Lol. Je hebt gelijk. Wat zeggen, hoor. Oh, dan doe ik de rest met koppel. Ja. Dan hebben we het een beetje goed afgewisseld. Hier nog wat gravel. Ik ben gewoon de koppel vergeten. Dat heb ik niet gauw. Dan als het goed is, zitten er geen dezelfde blokken naast elkaar. Dat maakt niet uit, want af en toe is het ook een stuk mooier. Oh, nou, vind toch al een oké pad wat er ligt. Het huisje zit er al een flink dakje in. Mm. Zo, kijk hoeveel mensen om onze plot heen vliegen. Mooi toch? Ja, super awesome. Ik ben echt heel benieuwd. Wie heeft de mooiste plot? Kijk maar even rond. Dan ga ik hier verder. Ik. Iedereen meteen ik. Oké, iedereen heeft allemaal mooie plotjes dus. Dat wordt wel een flinke opdracht, Giel. Als iedereen de mooiste plot heeft en... Ja. Om die te verslaan, dan moeten we nog even... Ja, hier wil je dus een meertje in gaan doen, hè? Ja. Wil je de onderkant gewoon dirt laten, of niet? Ja, dat is wel het meest natuurlijke, toch? Oké, ja, als je het zegt. Ja, dat mag ook wel anders, als je zegt... Hey, joh, ik vind het niet steen. Maar jij bent de bouwer hier. Ik doe wat jij zegt. Plot. Ja, maar ik doe wat jij zegt. Dat doen we al jaren. Nee. Ah, echt wel. Qua bouwen, ja. Ja, daarom. Dus als jij zegt van, het moet zo met bouwen, dan... Hey, dan doen we weer wat Giel wil, hoor. Wil je normaal kleur glas erin, of wil je oranje of wit? Maar mij op zich niet zoveel uit. Ik doe wel wit, is wel mooi. Gaat voor wit?
Oké. Okay. Ja. Ik laat wel een beetje mooi soms een binnenrandje aan de buitenrand, oké? Okay? Ja. Dat je een beetje hoogteverschil creëert. Dat zou wel nice zijn. Ja, je kan ook een eilandje in het midden doen. Hoe bedoel je dat? Dat je hier dit gras laat staan, waar ik nu op sta. De rest van je, hier. En dat je dan een klein boompje erop zet of zo. Of een treurwil. Oh ja, dat is een goeie. Weet je wel? Ik maak hem even wat ronder. Nee, is goed. Dat is een leuke. Ja, toch? Zo dus? Ja, dit is perfect. Ik kom maar aan, ja, dit is perfect. Ik ga even water erin gooien. Komt het water? Nou, dat is wel vet. Ik zou hier zo'n boom zetten, laten we zeggen, zoiets. Ja, sure. Klinkt cool. Oh, we hebben een probleem. Hoe gaan we dit water ooit fixen? Nou, dat komt wel goed, joh. Ja, dat is waar. Dan moeten we maar even een fictie voor fixen. Je weet dat die boom dan half het water ook ingaat? Die wortels? Uh-oh. Dit gaat nog wel een tijdje duren. Ja. Dat water fixen, jongen. Koekoek. Kijk, hier is niet zo'n probleem. Oh, daar komt hij al. Huh? Oh, kijk, daar komt hij al. Hoppa, 1, 2. Hij ligt. Oh, lol. Dat had ik sneller al verwacht. Het ziet er niet echt lelijk uit of zo. Alleen hier nog een klein beetje een afwerking randje. Laten we hier gewoon wel een beetje wat mooier maken, zo. En dan zo. Ik vind hem zo mooi, Giel. Ik denk dat we voor een eerste aflevering best wel wat moois hebben gemaakt. Ja. Nice. Mensen, dus mocht jij nou ook willen bouwen op de plotserver, kom dan naar play.dutchterms.nl. Hopelijk zie ik jouw mooie plot daar ook binnenkort. En druk op duimpje omhoog. Zeg tegen de mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao.